En het was vandaag een drukste van je welste in de binnenstad van Paramaribo. Veel mensen zijn hun laatste inkopen gaan doen voor het nieuwe schooljaar. Voor diverse winkels ontstonden er lange rijen omdat er slechts een bepaald aantal mensen tegelijk in de winkel mocht zijn. Dit vanwege de COVID-19 maatregelen die in acht moesten worden genomen. Ouders en studenten gaven aan dat vanwege het onophoud in verband met de COVID-19 pandemie zij nu pas inkopen konden doen. De inschrijvingen van bepaalde scholen hebben later dan normaal plaatsgevonden, waardoor studenten nog geen uniform konden kopen. Over het algemeen vinden de mensen de prijzen van schoolspullen dit jaar schrikbarend hoog. Ik moest me eerst inschrijven, ik moest me herinschrijven. En wanneer was dat? Gisteren. Welke school? SGT, Scholengemeenschap Tamarijo. Heb je al een paar schoolspullen gekocht? Ja, ik moet alleen maar uniformen hier kopen. We kunnen er niks aan doen, no? Weet je, we moeten ons aanpassen. Hopen dat het beter gaat. Maar voor nu kunnen we echt niks aan doen. We hebben het nodig. We moeten het kopen, toch? Ja. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Mm-hmm. Waarom op het laatste moment wachten om de schoolspullen te kopen? Eigenlijk, we hadden niet echt een zekerheid wanneer de school zou beginnen. Dus nu hebben we dan de laatste week eigenlijk hebben we de zekerheid dat de school om 1 oktober of 6 oktober begint. Dus vandaar. Uit reacties van ouders en studenten blijkt dat de protocollen voor het nieuw schooljaar niet helemaal duidelijk zijn. De studenten vragen zich af hoe het onderwijsproces eruit zal zien. Ik vraag mezelf ook af hoe het gaat zijn, dus hoe wij les gaan volgen. Of het werkelijk maar die leerlingen in het lokaal gaan zijn en of het gaat lukken. Laten we hopen dat het werkt. En dan met men niet te koppig, als zodanig te koppig is, dat men aan de regels houdt. Toch? Laten we hopen dat het werkt. Mm-hmm. Heeft u enige gevaar, een vrees dat de besmettingen kunnen plaatsvinden op scholen? Ja, klopt. Want begrijpen, zij gaat naar school. Dus voor die grote, kijk, ze kunnen hun mondkap dragen, hun handen, weet je, desinfecteren. Maar voor haar vrees ik een beetje. Dus ik denk dat de leerkrachten dan sterk daarop gaan letten. Voor kleine kinderen. Dat waren reacties van mensen die vandaag hun laatste inkopen hebben gedaan voor het nieuwe schooljaar.